Yo kijkers, mijn naam is Dan en welkom in een nieuwe video van Roblox. Vandaag spelen we het spel Zombie Defense Tycoon. In dit spel moet je je eigen Zombie Defense basis maken. Dus je gaat een basis maken en dan komen er op een gegeven moment een wave aan superveel hele sterke zombies aan. En dan moet je verdedigen met turrets en wapens en dat soort dingen. Je ziet daar rechts al een mega grote professionele base. Nou, ik heb hier alleen een energiebal for some reason. Dit is een soort League of Legends. Oké, dus de zombies moeten deze kapot maken. Build up your defense. Oké, hold up. Ik heb nog niks. Oh, hier heb ik geld. Oké, hoe werkt dit? Oh, maar misschien is het ook handig als ze zeg maar geld verdienen. Ik doe even de free dropper, de rusty dropper. Oké. Oh nee, er komen zombies op me af. Oké, ik ga sandbags plaatsen. Oh, sandwalls. Oké, we hebben iets van een verdediging. Meneer de zombie, ik ben nog bezig met mijn tycoon maken. Stop. Oké, ik heb nu een Glock unlocked. Hoe kom ik aan een Glock? Oh, hier heb ik de Glock. Die is 100. Oké, ik heb best wel wat geld. Ik koop de Glock. Oké, ik heb een Glock. Ik heb een Glock. Kom op. Oh ja, kijk, zo kan ik de zombies easy killen. Oké, ik ben level 3. Waarom gaat het zo snel? Ja, zo kan ik ze easy killen. Oké, met de andere pistool ging het niet. Wat kunnen we nu allemaal kopen? We kunnen een double barrel en een scorpion. Game Pass melee. Oh, melee moeten we cases verkopen. Wat gebeurt als we een 100 euro case kopen? Oh! Dan heb ik nu de coal dropper als het goed is gedropt. Dan kunnen we dus nu geld gaan verdienen door ores te minen. Hoe werkt de scorpion? Wat? We hebben 8 zombie kills. We hebben gesurvived. Lekker bezig. Oké, hier hebben we een soort tool. We moeten gewoon wachten totdat we nieuwe dingen kunnen bouwen. Hier kunnen we meer sandbag walls. Laat het gewoon volledig rond. En de achterste dingen hebben we niet zoveel. Want de zombies spannen alleen maar in het midden. Ik vind het wel vet dat hij je nu al gewoon meteen ingooit. En dat je gewoon meteen moet verdedigen en moet stressen en zo. En ik denk ook dat er later meer zombies komen per wave. Hier kunnen we de laatste sandbag walls. Oké, dus we hebben nu helemaal rondom walls. We kunnen hier ook een sandbag tower. Oh, dat is vet. We hebben hier lijpentoren waar we uit kunnen kijken. Alleen ik ben heel klein. Dat is erg jammer. Net zoals in het echt. Kunnen we hier ergens een deur of een toren? Volgens mij niet. Oké, build your defenses. Here we go. Ze spannen in. Oké, dat zijn er heel veel. Het zijn superpowered zombies. We moeten ze doodschieten. Wat? Het is een pitcher van honkbal. Oké, omdat ik levels omhoog ga, worden ze ook meteen weer sterker. Oké, maar deze zijn heel weak. Dit is een scientist. Hier zijn XP-bubbels. Give me all the XP. Het zijn er zoveel. Ik weet niet of ik dit wel kan verdedigen. Volgens mij heeft hij ook turrets in de grond zitten. Oké, ik ben level 6. En ik kan niet uitzoomen. Oh ja. Oh. Oké, dit is heel spannend. Oké, kom op. Schiet ze allemaal dood. Kan ik ook headshots schieten in deze game? Volgens mij niet. Ik denk dat ik dit wel ga halen, want die superpowers daarachter, die bewegen amper. Oké, maar die hebben heel veel HP. Ik heb echt een nieuw wapen nodig. Kan ik hiermee slaan? Oh ja, kijk, ik kan ermee slaan. Dat doet best wel damage. Hier, kom dan. Waarom vallen ze mij niet aan? Heb ik HP? Kom op, hij kan ook niet eens dood. Oké, hier. Dit is eigenlijk helemaal niet dramatisch. Ik probeer het alleen maar dramatisch te maken. Wat? We kunnen ook miniguns en zo kopen? Oké. We hebben nu 5000 nodig voor de workbench. En die unlocked defenses. Dat is wat we willen hebben. Dan ga ik denk ik even de refinery kopen. De gold dropper. De emerald dropper. En de diamond dropper. Oké, dan hebben we even heel veel droppers voor heel veel geld. En dan kunnen we nu de workbench kopen. Tire barricade. Wall. Nog iets. Sandbags. Basic turret. Ik ga een advanced turret kopen. En een basic turret. Oké, ik heb een basic en een advanced turret. Ik ga ze nu echt ownen omdat ik zo low level ben. Oké, en dan kunnen we ook nog sandbags kopen. En dan kunnen we ook nog een barricade wall. Even kijken hoe dit eruit ziet. Waar bestaat dit? Waar is dit? Hoe werkt dit? Oh, hier! Hier is de basic turret. You will find goo around the map or by killing zombies to unlock defense. Oké, dus ik krijg goo als ik zombies kill. Duidelijk. Oh, dit is helemaal geen turret. Hier bouw je. Oh, ik ben zo dom. Je unlockt ze en daarna kan je ze met goo kopen. Oké, mijn base gaat waarschijnlijk kapot. Ik moet snel opschieten. Ik ga snel een gun kopen. Ik ga snel een revolver. Revolver using. Kom op, kom op. Kom op. Ja, oké, dat is mijn base. Mijn base is down. Oké, ik kan in ieder geval nog wel even goo verzamelen van deze zombies. En trouwens, de revolver is echt heel sterk. Oké, die kan met de 2,5 magazijn een zombie doden. Oké, behalve als je natuurlijk alles misschiet. Kom op. Oh, hij valt mij aan. Ja, val mij maar aan. Val mij maar aan. Oké, maar mijn base is toch al kapot, dus ik weet niet wat je aan het proberen bent. Oké, 1, 2, 3. De accuracy is best wel shit van dit ding. Oké, zal ik eens wat goo gaan verzamelen rond de map? Ik ga even kijken. Hoe collect je goo? Kijk, collecting goo. Oké, dus op deze manier kan je goo collecten. Oké, maar dus van goo bouw je turrets. Ik weet niet hoe dat zou moeten werken, maar... Eigenlijk heb ik wel de neiging om de Plasma Evo te halen, maar dat ga ik niet doen. Oké, dat moet wel. Ik ga dit niet halen. Ik ga dit niet halen. Oh ja, tenzij ze mij aanvallen. Hier. Nee, ik ga dit echt niet halen. Ik geef nu al te veel geld uit. Ik heb de Plasma Evo gehaald. Kom op. Ja, ik heb hem. Oké, kom op. Ik moet ze allemaal doodschieten. Oh, ik heb hier zoveel Robux aan besteed. Het spijt me dat ik dit ding heb gekocht, maar anders kon ik het niet halen. Wat is dat voor vuurzombie? Oh, huh? Die ging in one shot. Een airdrop has fallen. Collect the goo. Ik zie niet echt heel veel waar we... Oh, hierachter. Exterior art, geweldig man. Sandbag tower, yes. En zo kunnen we gaan upgraden. Dit hier. We kunnen nu trouwens ook een basic rocket turret. Ja, maar die moeten we dan ook gaan unlocken. En dat is met goo. En dat duurt heel lang. Oké, stand. Ik heb nu hier stand. Oh, kijk, dan kan je zo... Maar kan ik hier dan ook doorheen schieten? Ja. Oh my god, dat is vet. En ik kan een main wall gaan bouwen. Yo, dit is sick. Dit geeft me echt Walking Dead vibes. Oké, dan hebben we hier een owner-only door. Zodat de... Maar de zombies kunnen hier gewoon doorheen, right? Oh, kijk hoeveel goo we hebben. Zullen we voor een basic turret gaan? Ik heb een... Oh, die kan je zelf plaatsen. Sorry, ik wil die eigenlijk gewoon een beetje hier plaatsen. Gewoon zo, hier. Basic turret deployed. Oh, je kan ook turrets unlocken met goo. Oké, het is een bot. Het is Thanos. Het is een Thanos-zombie. Oké, die kan ik als het goed is heel snel killen met dit mega overpowered wapen. Oké, hij springt. Ik weet niet of ik dit nog wel wil. Hij is best wel sterk. Dit gaat ons niet lukken. We moeten hem lokken naar een van onze bases. Anders gaat dit niet lukken. Oké, oh, hij komt achter mij aan. Pas op. Oké, blijf headshots schieten. Oh ja, met headshots gaat het heel snel. Oh man. Oké, dit is trouwens best wel een grote base. Hij heeft basic rocket turrets en advanced turrets. Die verdedigen hem gewoon, volgens mij. Oké, hopelijk heb ik wel de final blow. Want ik denk wel dat je dan extra krijgt. Ik weet niet wat Thanos aan het doen is. Volgens mij is Thanos gebukt in een boom. Denken jullie dat ook? Volgens mij is hij gebukt in een boom. Here we go. 800, 600. Ik moet de final blow. Ik moet de final blow. Ik heb de final blow. Let's go. 0 zombie kills. Wat? Oh, 1. Eigenlijk wil ik ook wel wat meer goo gaan collecten, to be honest. Maar eerst even het geld, want we hebben nu echt bakken met geld. In ieder geval hebben we hier nu de voorkant, wat op zich best wel heel erg nice is. En ik zie eigenlijk niks anders. Is dit de tycoon? Nee. Hier, main wall. 10.000. En deze wordt dan 20.000 waarschijnlijk. Oh nee, 15. En dan wordt deze 20.000. En dan hebben we overal muren. Kijk hoe snel het allemaal gaat. 11 seconden voor de intermission. Daarna kunnen we onze nieuwe turret gaan uittesten. Kom op, schieten af. Kom op met geld. Ik wil even een nieuwe dropper kopen. Want wat voor dropper is dit? Dit is de Refiner 2. Oké, dus dan hebben we de tweede Refiner. Hier komt de nieuwe wave. Turret, shit turret, doe je ding. Hij schiet ze. Oh, wat een trash ding. Die turret is echt heel trash. Wat, die turrets hebben ook HP. Die moet ik gewoon letterlijk verdedigen. Oké, dat is natuurlijk wel gewoon het garen van een zombie apocalypse. Het is gewoon echt moeilijk. You find goo around the map by killing zombies to unlock defense. Oké, maar staat er niks over wat ik krijg als ik iets remove misschien? We kunnen ook een barricade gaan kopen of sandbags. Kunnen we een case gaan kopen? Ik wil eigenlijk best wel een case kopen. 15 Robux. 20% kans op een rare. 75 op een common of zoiets. Oké, here we have it. Een 15 Robux rate. Wat is dat? Een knife. Wat? Wat moet ik met een knife? Minder damage. Minder damage? Dan een pijp. Wat gewoon een gratis kist was. Wat is dit nou weer voor zooi? Stop it, oké? Ik vind het niet meer leuk. Ik voel me best wel gepest. Oké, dit begint wat minder op een zombie-apocalypse te lijken. En wat meer gewoon op een super luxe huis. Oké, oh, hallo. Je mag naar binnen. Hier, ik hou dit ding tegen je hoofd, hè, meneer Banaan. Ik hou dit ding tegen je hoofd. Dit is nog steeds wel echt de beste skin in Roblox. Kijk hoe die zo naar voren buigt. Zo, oh, hoi. Hij trekt een wapen. Build up your defenses. Ja, ik heb 1 useless turret. Here we go. Deze ways kan je echt easy doen met dit wapen. Oké, ik schrok me legit best wel. Nee, dude, ga niet weg. Oh, je moet zijn eigen base natuurlijk verdedigen. Wat zijn dit überhaupt? Speed zombies volgens mij. En dit is de hazard zombie, de toxic zombie. Nou, die hebben we... Oh, hij is mijn goo aan het nakken. Dit is mijn goo. Ik ga denk ik eventjes als allerlaatste nog een keer geld kopen. Ik waste echt mijn Robux, I know. Maar dan kunnen we de second floor kopen. Here we go. Oké, wat is hier? Een corner tower. Generators increases health. Conveyor en een hot tub. Een hot tub in een zombie apocalypse. Dat is echt onnodig. Oh my god, je kan best wel veel wapens. Wat gebeurt als ik hier meerdere koop? Wat kunnen we allemaal? Oké, een auge kunnen we nog niet. Is een tactical pistol goed? Waarschijnlijk niet. Hoe kom je ook überhaupt aan deze wapens? Hoe kom je daaraan? Ik wil al die informatie weten. Hoe kom je eraan in een zombie-apocalypse? Oké, licht is niet nodig. Dat is gewoon alleen maar waste. In het donker, dat is juist leuker. En wat kunnen we kopen? Ik wil eigenlijk wel een tower kopen. Als allerlaatste ding koop ik de tower. Oké, here we go. Oh, met een ladder. Yo, dit is toch lijp? Ik sta hier op mijn mini-base. Oké, is nog niet zo groot. Maar met een toren en dan kan ik ze vanaf hier schieten. Ik denk dat ik het hier... Gate. Oké, ik zie een gate. Dit is het allerlaatste wat ik ga kopen in deze video. De gate. Hier, ik kan de gate closen. Hier, ik heb de gate geclosed. Nu kan niemand naar binnen. Ik dacht even dat het een anticlimax was. Nevermind. Bedankt dat je me ook wil helpen, meneer. Ik ga het hier afsluiten. Kijkers, smash even op die like als jullie deze video super awesome vonden. Zeg even in de comments of jullie hier meer willen zien. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!